Nederlands en misschien wel Europees recordhouder gouden platen. Maandag wordt hij 87. En Hoes is opeens hot. Voor het eerst is er het besef dat hij in dat door velen zo vervoeide genre van de Smartlap iets bijzonders heeft neergezet. Die jongen uit de Rotterdamse wijk Katendrecht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was zijn Vlaamse moeder uit België gevlucht naar het neutrale Nederland. Hier vond ze haar grote liefde. Zoon Johnny kreeg een voor die tijd en voor een jongen uit die arme volksbuurt ongewoon goede opleiding. Hij deed de HBS en haalde diverse praktijkdiploma's, maar hij wilde de muziek in. Op zijn 17e al begon hij met optreden. Op feestavonden als zanger, gitarist en conferencier. Dat was zijn lust en zijn leven. Zijn liedjes schreef hij zelf. Al snel wilden ook anderen gebruik maken van zijn composities. Hoes werd talent scout bij Philips. Het ging hem voor de wind. En toen ontdekte hij bij toeval ook nog de zangeres zonder naam. Zijn kostje was gekocht. Hoes opende zijn eigen winkel, begon zijn eigen muziekuitgeverij en richtte platenmaatschappij Telstar op. Voor zijn stal wist hij grote namen te contracteren. Zo is er een Eddie Walli. Een Henk Wijngaard, maar ook Frank Boeien en groepen als Toontje Lager en Doe Maar. In de hal van zijn bedrijf hangen twee levensgrote portretten. Eén van de maestro zelf en één van zijn vrouw Jacqueline, met wie hij 47 jaar lang gelukkig getrouwd is geweest. Hij kijkt vooruit, ziet niets, hij denkt niet na, hij fietst. Toen zijn echtgenote 15 jaar geleden aan kanker overleed, verliet Johnny Hoes dit prachtige huis. En hij vestigde zich in het Belgische Knokke. Dat verlies is niet de enige grote tragiek in het leven van de man die miljoenen aan het meezingen kreeg. Nooit meer. Al was ik maar bij moeder thuis gebleven. Al was ik maar met jou niet meegedaan. Regelmatig komt hij nog terug naar zijn oude woning boven de zaak in Weert. Daar hoef je echt niet op straat een huisnummer te zoeken. Hoes laat er geen twijfel over bestaan waar die te vinden is. Het interieur past feilloos bij de sfeer die hij met zijn liedjes wil oproepen. Dit is wat je noemt tussen kunst en kitsch. Wie hier rondneust, hoort als het ware de vogeltjesdans. Een van de grootste slagers uit de fabriek van Hoes. Een succesverhaal. Toen hij zijn allereerste auteursrechtafrekening binnenkreeg, wist hij al dat hij goed zat. Op het bankafschrift stond niet te verwachten 216 gulden, nee. Er stond 21.600 gulden. Opvallend in het interieur de pontificale boekenkast. Het blijkt dat Hoes vroeger hartstochtelijk lezer was van de betere schrijvers. Meneer Hoes, er is toch iets wonderlijks met u aan de hand. Want als kind las u hele moeilijke literatuur, heb ik begrepen. Wat las u allemaal? Ja, ik las graag Hoe het groeide van Knut Hamsun. Ik las op mijn 14e zelfs Dostojevski. En ik las graag Hemingway en Steinbeck. In de bibliotheek nam kleine Johnny Stefas twee keer zoveel boeken mee als officieel was toegestaan. Dat ging goed tot ik ziek werd en mijn moeder naar de bibliotheek moest. Ze zei, ik kom een paar boeken halen voor mijn zoon. En toen zei die mevrouw, die zei van, dat zal niet zo meevallen, want dan heb ze wat de hele bibliotheek gelezen. Dus ja, ik had er echt een leeshonger. Toch is het raar dat daar je belangstelling ligt en dat je dan uiteindelijk in de wereld van het levenslied en de Smartlap terechtkomt. Hè? Dat is nogal een stap. Ja, maar ik heb toch de roots, die liggen toch wel op Katendrecht. Ik moet zeggen, ik zou er geen enkele jeugd willen ruilen voor Katendrecht. Katendrecht was een smeltkroes. Alle zeelieden waren daar, Nooren, Zweden, Arabieren, Spanjaarden, Italianen. Dus u zegt Katendrecht is eigenlijk de grote invloed geweest waardoor ik zeg maar in de wereld van de Smartlap en het levenslied terecht ben gekomen. Nee, mijn moeder. Toch uw moeder? Ja, mijn moeder die kon prachtige verhalen vertellen en ze zong het broekie van Jantje. En als ze een film gezien had, dan hoefde ik de film niet te gaan zien, want ze vertelde hem beter dan de film zelf. Dus uw moeder was uiteindelijk de grote invloed? Ja, ze was melancholiek. En was zij het soort vrouw dat het leed van de hele wereld op haar schouders droeg? Ja, ze had een atlascomplex.
Dat had mijn oudste dochter eigenlijk ook een beetje. Die dacht dat ze zich van iedereen maar moest aantrekken. Als mijn moeder dus in de slagerswinkel een vrouw die begon te klagen, nam ze mee naar huis en dan deelde ze er halve linnenkast bijvoorbeeld uit. Als ze in de krant las dat er weer hongersnood was ergens, of een watersnoodramp in China, nou, was dat mens, dat was dan gewoon aangeslagen. Maar dus daar is al de basis toch een beetje gelegd voor het gevoel wat u in al die 5000 liedjes heeft kunnen leggen uiteindelijk. Ja, ja. Zullen we even kijken, want u heeft altijd gezegd, de beginzin van het lied is het allerbelangrijkste. Kijken of u alle beginzinnen nog weet. Kijk, ach vaderlief, toe drink niet meer. Nou, die kent u natuurlijk wel. Maar weet u nog hoe op een zeemansgraf, als ik zeg op een zeemansgraf... Er staan nooit geen rode rozen. Eens was ik een cowboy in Texas. En tende het meest woeste paard. Ja, die gaat nog heel mooi verder. Ik schoot harten... Aas uit de kaart, hè? Die deed die me daar even uit. Fantastisch. Voorbij zijn nu echt die tijden. Voorlopig is alles gedaan. Ik moest voor de vrijheid gaan strijden en ik ben naar Europa gegaan. Schitterend. Zij dalen in donkere schachten. Waar nooit is een zonnetje lacht. Ze zwoegen naar dagen en nachten, terwijl hun gezin angstig wacht. Schitterend dat u het allemaal nog weet, want u bent bijna 87. Dat bovenwerkt nog geweldig, hè? Ik zou bijna zeggen, maar dan wordt het een beetje banaal. Als het onder ook zo geweldig werkte, dan stond ik er nog veel beter op. Nou, dat heb ik niet begrepen. Net als die student die komt van... Die moet onderzoek doen op het seksueel leven. Of op 25-jarige leeftijd, 50 jaar en 75. Hij kwam bij die man van 25. Hij zegt, hoe was het toen ik 25 was? Hij zegt, sms. Hij denkt, ja. Ja, schrijf dat maar op. Hij zegt, toen hij 50 was. Hij zegt, sms. Hij zegt, en toen hij 65 was, sms. Hij zegt, maar wat betekent dat? Hij zegt, nou, toen hij 25 was, sms, 's morgens, 's middags, 's avonds. 50, september, maart, september. En sms, of 75, soms, met Sinterklaas. Ik ga nog even door, hoor. Hij was een smokkelaar die diep in de nacht... steeds weer zijn smokkelwaar de grens overbracht. Klein was het smokkeloon en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. En korter kun je het leven van een smokkelaar niet neerzetten. Nee, dan vind ik het ook zo mooi. Maar die eerste zin is het dus. Hè? De eerste zin moet meteen pakken. Glaasje op, laat je rijden. Dat is het liedje. Ja. Of was ik maar bij moeder thuis gebleven. Dat is het liedje. Ja. Doe het nog een keer. Doe het nog, het is toch zo lekker. Doe het nog een keer, het is toch zo fijn. Doe het nog, het is toch zo lekker. Doe het nog een keer, het is toch zo fijn. Hij was, dit vond ik een hele mooie, die las ik in het boekje. Hij was maar een neger. He, zo'n zwarte, zoiets haal je niet in je huis. Moeilijk, hè? Hij was maar een neger, zo'n zwarte, zoiets haal je niet in je huis. Omdat je het noodlot dan tartte. Want die zwarte zijn immers niet pluis. Ja, dat was dus een aanklacht tegen discriminatie. Ja, natuurlijk. In de gang de foto's van de drie vrouwen die overleefden. Echtgenote Jacqueline. En de twee dochters. Césarine. En Jackie. Césarine omgekomen bij een verkeersongeluk. Jackie, net als haar moeder, overleden aan kanker. Haar zien we ook op de kast met porseleinen poppetjes, samen met de kleinkinderen, die Johnny nu het leven zuur maken. Maar daarover straks. Na het wegvallen van Jackie werkt Hoes nu samen met zijn twee zoons. Johnny Hoes, een fenomeen. Och was ik maar is de best verkochte single aller tijden. Stond 8 maanden bovenaan de hitparade. Er gingen bijna 500.000 exemplaren over de toonbank. Is dat ook een internationale hit geweest, of was ik maar? Ja, dat is in Frankrijk is het vertaald als A si je reste célibataire. Of was ik maar vrijgezel gebleven eigenlijk ook in die geest. En in Duitsland? In Duitsland, ja, die tekst vond ik niks van Valente. Ich mag mir nichts aus Prinzen und aus Grafen. Ja, dat weet ik nog. Dat, als ze had gezongen van ich, ach, wäre ich doch bei Mutti nur geblieben. Ach, wäre ich nur. Daar toch bij Mutti nur gebleven. Ja, dat was veel dan beter dan had geweest. Het een veel betere verkoop. Want het, zelfs op de universiteit werd het behandeld. Oh ja? Ja, om het geheim van dit...
Dat idiote succes. En dan verklaarden ze dat van dat mensen zich ook zo behagelijk voelden in het water als ze zwommen of in het bad. Want dan waren ze als het ware in de schoot van de moederschoot. In vruchtwater. Dus als je dat lied zingt, dan ben je weer even terug in de moederschoot. Ja, natuurlijk vergezocht. Annie Heuts, kan ze binnenkomen? Ja, laat ze maar even binnenkomen. Annie, kom maar. Dat is Zwarte Lola. Hoes, held uit de tijd van de pick-up en de bandrecorder. Hij bedacht ook de namen voor zijn artiesten. Karel de Klepperkoning en Dikke Leo. In deze reportage ontvangt hij Annie Heuts, die furoren zou maken als Zwarte Lola. De zangeres zonder naam ontdekte hij toen hij een vocale vacature had, omdat een van zijn Limburgse sterren om het leven was gekomen. Hoes vroeg een kennis om hem bij die zoektocht te helpen. Toen stuurde hij me een bandje met een zanger. Nou, daar vielen mijn schoenen vanuit, zo slecht. Maar er stond een kind op. Ik dacht dat het een kind was. Ik zeg, nou, moet je eens even luisteren. Dat kind wat erop staat, dat vind ik wel heel apart. Hij zegt, dat kind, dat is een nicht van me, dat is Marie Servaas. Die is 38 jaar. U heeft wel eens gezegd, die zangeres die zong met haar tikker, hè? Wie? De zangeres zonder naam, die zong met haar tikker, heeft u wel eens gezegd. Ja, weet je wat, Rijk de Gooier noemde haar de zangeres met zonder geleidehond. Met andere woorden, ze werd gestuurd door haar hart. U heeft 25 jaar met haar gewerkt. Ja. En het eeuwigdurende verhaal is dan altijd dat zij veel minder geld van u gekregen heeft dan waar ze recht op had. Hè? Willem Duis schreef zelfs ooit, die grote naam hier op het pand, die is eigenlijk voor het grootste gedeelte door Marie Servaas verdiend. Goedemorgen. Nou, laat ik je nou vertellen. Ze kreeg bij Philips 5 centen. En ze kreeg bij mij, toen ze bij mij meeging, kreeg ze 15 centen. Dat is nogal een verschil. En niet alleen dus dat ze 15 centen kreeg, maar ze kreeg ik weet niet hoeveel werk. En ze heeft daar een hele mooie villa in België laten zitten. Maar u vindt dus dat u haar goed behandeld heeft? Ja, natuurlijk. Later is het nog veel meer geworden dan 15 centen. Hoes, bijna 87, maar nog lang niet toe aan zijn pensioen. Nog steeds kan hij zich opwinden over wie er neerbuigend doet over zijn muziek. Philips, die had, dat merkte die artiesten, die schaamden zich eigenlijk voor het repertoire. Ze vonden het allemaal minder waardig. Ze wilden wel de kassen laten rinkelen, maar ze schaamden zich voor het repertoire. Ja. Ik kwam met een nieuwe zangeres uit Rotterdam binnen en toen zei ze, die technicus, die zei, uit welke hoerenkast heb je die nou weer gehaald? Ja, maar die elite, die kunnen we de pot op, hoor. Want wat is elite? Ik ken geen rijke, arme mensen. Ik ken geen intelligente en domme mensen. Ik ken alleen maar aardige en stom vervelende mensen. Na de dood van zijn vrouw Jacqueline kreeg dochter Jackie nog grotere verantwoordelijkheid in de zaak van papa. Hoes, hij heeft inmiddels 12 kleinkinderen. 3 van die kleinkinderen zorgden onverwachts voor problemen toen ze na de dood van hun moeder alle auteursrechten claimden. Hoes kon de zaak niet in der minne schikken. Het werd een rechtszaak. Johnny werd in het gelijk gesteld, maar uitermate pijnlijk blijft het. Een proces tegen je eigen kleinkinderen. Het blijkt een complexe affaire. Is in één zin voor een gemiddelde kijker te vertellen waar dat over gaat? Als ik dat zou kunnen. Het is een hele onverkwikkelijke zaak. Nu Jacqueline dood is, nou denken die kinderen dat alle rechten en alles van hen is. De heer Johnny Hoes. De officiële waardering kwam. Eerst met een gouden harp. Die kreeg hij in 1983 uit handen van Ad Visser en Ed Nijpels. Ze zijn het echt, al lijkt het een kopspijkersimitatie. Hoes werd ridder in de Orde van Oranje Nassau. En vorig jaar kreeg hij bij Barend en van Dorp een speciale Edison voor zijn hele oeuvre. Zoals het gaat in de wereld van de Smartlap, ging ook het persoonlijk leven van zijn artiesten niet altijd over rozen. Als je naar het boekje leest, dan zie je dat bijvoorbeeld Karel de Klepperaar, die stortte gewoon in, hè? Die kon het succes niet aan. Die kon het succes niet verdragen. Nee, hoezo niet? Vond hij het te moeilijk? Nee, die jongen die was een beetje labiel en die stond versteld dat hij met die kleppers zo'n succes had. Zo'n succes had. Dus die stortte echt in? Ja. Dikke Leo werd dement. Ja, erg. He?
Zo'n man die zo vol in het leven stond. En mensen zo amuseren. Als Leo binnenkwam, was het net of de zon scheen. Ja. Ik heb die man nooit chagrijnig gezien. Altijd opgewekt. En zijn café was ook altijd bomvol. Maar zo wordt je eigen leven wel echt een smartlap ook, hè? Er gebeuren toch ook heel veel nare dingen. Ja, daar is natuurlijk een wereld van tragiek, zeg. Bent u een emotioneel mens? Want u zit natuurlijk wel in het type muziek wat emoties oproept, maar u lijkt mij heel nuchter over allerlei dingen te praten. Nou, ik heb natuurlijk, kijk, ouderdom komt niet met wijsheid, geloof ik, maar wel met gebreken. Ik kan maar nou niet zeggen dat, maar dat ik wat meer relativeer, ja. Ja. Nou, laat ik je nou vertellen, als ik een film zie en ik zie bijvoorbeeld een scène waar bijvoorbeeld ook een vader en een zoon dus elkaar weer omhelzen nadat ze veel ellende hebben gehad of zo, dat hij zo verstoot is, ja, dan begin ik toch wel te waterlanden. Ja. Nee, ik ben in dat opzicht ben ik erg gevoelig, ja. Nou, wil ik nog een paar reacties op uw op namen. Gewoon een spontane reactie als u een naam hoort wat u te binnen schiet, als woord. Jackie. Ja, met een toonbank voor haar buik geboren. En ze wilde, ondanks dat ze 12 punten meer had op de middelbare school en alles had kunnen worden wat ze wilde gewoon in de zaak. Pierre Cartner. Ik heb het idee dat Pierre eigenlijk het idee had van dat niet ik in die stoel had moeten zitten, maar hij. Haar stukje. Door het publiek gedwongen om het nu maar op te houden. Ja, en al heel lang, hè? Ja, al heel lang. Want hoe jong was u? Nou, ik denk toch wel 36. Frans Bauer. Geweldig. Geweldig, open. Dat vind ik ook zo heerlijk. Die jongen is zo open en zo spontaan. Als hij wat zegt, dat is ook zo makkelijk bij dit soort mensen. Die hoeven nooit te denken, wat heb ik gezegd? Want ze kunnen niet liegen. Ik kan ook niet liegen, dat zeg ik heel eerlijk. Want dat zouden ze direct aan me zien. Ja, sorry, ja nee, je moet niet zo zitten te zwijgelen. Maar inderdaad, daar ben ik heel slecht in. Laatste naam, Johnny Hoes. Johnny Hoes, ja. Een jongetje uit Katendrecht. Ja, aan de ene kant heeft hij veel mazzel gehad. Maar aan de andere kant, ze mogen het allemaal meenemen. De hele zooi, als ik die 3 vrouwen terugkrijg. Want mijn vrouw die had maar 1 idee van samen oud worden. Ja. En het is helaas niet gebeurd.